Bij het Centraal Station van Rotterdam verzamelden zich gisteravond zo'n 200 mensen om te protesteren tegen de vrijlating van de moordenaar van Pim Fortuyn. Ja, omdat wij toch bedroefd zijn en verdrietig omdat het volk van Iran vandaag vrijkomt. Wij vinden het helemaal tegen het gevoel van de rechtsorde. Wij weten wel, het is de wet, hij heeft er recht op. Maar ik denk dat de fout in het begin is gemaakt. Hij heeft niet alleen Pim Fortuyn vermoord, hij heeft ook de democratie een hele zware slag toegebracht. En dat vind ik, dat moet ook dubbel gestraft worden. De tocht was er niet alleen om Fortuyn te herdenken, maar ook om te protesteren tegen de politiek. Het punt bij mij, kijk Volker, het is passé, daar kun je niks meer aan doen. Wat mij veel zwaarder op de maag ligt, is dat Pim Fortuyn in 2002 bewust niet beveiligd is. En dat er bewust een haatcampagne om Pim Fortuyn is heen gecreëerd. En dat daardoor die gek de trekker heeft overgehaald. De protestmars eindigde op de Pim Fortuynplaats. Daar staat een standbeeld van de geliquideerde politicus. Als je nou dinsdag komt, dat is precies 12 jaar geleden, dan ligt vol met bloemen. En er staat dezelfde aantal mensen staan hier. Dat is elk jaar opnieuw. Het doet wel wat met u, hè? Dat doet niet alleen mij iets, het doet wel heel veel mensen iets. En toch terecht, vind ik.